Ze spelen op Eurosonic Noorderslag, beginnen meteen aan een tour door Duitsland, België en Engeland. Daarna vertrekt de band richting Amerika om voor de tweede keer op te treden tijdens de South by Southwest. Met een aansluitende tour door China. Ik denk dat het goed gaat met de Black Atlantic. Geert, zeg ik te veel of niet? Nee, het gaat heel goed met de band. Ja. En dan heb je die eindejaarslijstjes, die hebben we allemaal net gehad over 2010. Ja. De beste videoclip volgens de Volkskrant. Ja. Lady Gaga natuurlijk dit. En jullie. Ja, we stonden naast Lady Gaga, Kanye West en nog een paar van die namen. Fragile Meadow, dat is ook het nummer wat jullie zo gaan spelen. Dus daar gaan we niet te veel van weggeven. Maar het verhaal achter het clipje is zo bijzonder. Want er is een meisje die zag jullie clip, die dacht ik ga een dansje maken. Ik was een tijd terug op YouTube aan het kijken naar filmpjes. Want we hadden net opgetreden. Ik dacht, ik ben benieuwd of iemand wat online heeft gezet. En ik was aan het kijken en ik vond, want je kan dan klikken op de optie van de afgelopen week. Dus ik klikte op afgelopen week en er stond een filmpje Improv Fragile Meadow. En ik dacht, misschien heeft iemand dat liedje ingespeeld. Ja. En ik klik op het videootje en het is een meisje die aan het dansen is in een balletzaal op ons liedje. En ik heb daar toen meteen een reactie op gegeven via YouTube en gezegd, als je het hele dansje af zou willen maken, dan zou ik dat heel graag willen zien. Ja. En een paar weken later had ze dat ook gedaan en toen zei ze van, nou, dit is de dans. En toen dacht ik van, waar woon je? Zullen we het gaan filmen? Ja, ik woon in Toronto. Dat is een beetje ver weg, maar misschien kunnen we wat regelen. En we waren daar in juni vorig jaar. En toen is onze manager Boudewijn, die ook een filmmaker is, daarheen gegaan. Die heeft haar gefilmd. Klein stukje. Gewoon een meisje wat op YouTube stond. And safety, in a fragile meadow. Bloedheet was het. Bloedheet. Ja, en brandende voeten. En volgens mij een bloedmooi meisje. In ieder geval hier. Toevallig. En een fantastische clip. Ja. Nou, gefeliciteerd. En nu het nummer, hè? Nu gaan maar nu we hier spelen, live. Ja. Oké, zet hem op. Woman, tranquilly lay. Love's cultivation, but I do believe, it is our fate to second over through all rains and love you for you. De Black Atlantic is dit weekend te zien tijdens Eurosonic Noorderslag.